wil ik iedereen, al mijn volgers en al mijn niet-volgers, gewoon iedereen, ja. Mijn haten, iedereen, man. Alle Feyenoorders, niet-Feyenoorders, gewoon iedereen, ja. Fijne nieuwjaarwisseling. En zorg dat je al je handen nog, al je vingers, al je vingers nog hebt. 1 januari, hey toch? En doe geen gekke shit. Maak er gewoon een gezellige tijd van. En geniet ervan, man. Hey toch? Skilly Camp 2019 komt eraan. Bra! Matchday tegen VVV Venlo. Weet toch, de wedstrijd moet ingehaald worden. Je gaat, hè? Ja, ik ga mee. Jawel. Maar door wie ga je nu? Ja, Lorenzo. Ja. Lorenzo. Lekker, hè? Skinny Cat, ja, ik heet Lorenzo. Dit zijn onze originele naam. Wat? Lorenzo. Ik teer in cirkel. Hij echt dom. Kijk, hier lang. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Lange gaat ook. Toch? Ja. Ik ga weg. Feyenoord! Dit is voor Jen, hoor. Tuurlijk, man. Rest in peace, Jenny from the block! Leef Feyenoord! Zeg dat! Zeg dat! Deze man zegt net, hij is het eens met Emil Ratenbord, toch? Waarom? Hij moet weer vloggen! Hij moet weer vloggen! Hij was weer niet op tijd. Nu moet het herhalen, dat is weer zo nep, toch? De Kuip. Lekker hoor. Ja, draai wat diks een keer. Doe je ogen open een keer. Ja? Doe je ogen een keer. Ogen zijn open, vriend. Ja toch? Let maar op, over een uurtje. We hebben 52% balbezit. Hè? We hebben 52% balbezit. Het is al echt begonnen gewoon. Ja, 4 minuten. Ja, natuurlijk. Ja. Hallo, je hoorde toch die klopte net? Hé hey, jongens, het is hier, hè. Ja, hey, ja man. Ja, dreer, joh. Skillikam kan boom bam. Huh? Je moet beseffen, wij pauw gaan vallen. Dat ben je in zo'n potje. Ja? Ja. Shit. Shaila. Nou, dat past bij jou niet hoor, met z'n tweeën. Ja, broer, we zitten vastpakken. Ja, dat geloof ik best, maar die pens. Kijk eens. Ja, dankjewel hè. Deze man houdt wel moeilijk doen, jongen. Kijk nog, hé, security petje. Nee? Hé? Welkom, meneer. Ja, hè? En dat hé. Je moet dat toch weten, toch? Ja, joh. Ik maak waves daar binnen, waves. Ik ga hem nog gebruiken. Zie je, van hem is ook nog niet goed. Oh, je gaat hem gewoon nog zo gebruiken. Hij zat dus gewoon... Nee, die zat niet aankomen. Hij zat gewoon te roeren met die deksel. Tuurlijk, man. Hé, gek. Boeier hoor! Zo! Lekker pik! Echt een ik heb weer honger! Veel dank! Echt een dik zat! Kijk hoeveel saus! Pik! Hé, hey, godverdamme! Oké, okay, mag ik wat zeggen? Nee, wat? Deze boy eet mais met mayo! Kan dat? Ja, dat is toch lekker? Kan dat? Kan dat? Kan je mais met mayo eten? Ik eet hem niet zo! Lekker en zout! Lekker hoor! Tweede helft gaat voor beginnen! Ja toch, oké. Dankjewel, security. Ja toch? Pak ik uw kaarten toch? Want ik had jullie kaarten niet in de straat. Are you serious? Ja, ja toch? Maar niet. Allemaal toch? Wij waren samen naar binnen gekomen toch, meneer? Ja, jij wij allemaal toch, meneer? Nee. Gaan we nou weer beginnen? Nee. Oké. Show, joh. We gaan nou weer beginnen, hé. Is toch niet normaal, meneer? Lekker op 3-0. En zo staat het alweer voor 3-1. We spot the Feyenoord boys. 4-1. Kom dan maar hier met de vrouw. 5-1 doe. Lekker gewonnen, 4-1. Dit was voor Jenny, joh. Ja. Of niet? Ja. En Osso? 4-1 voor Jenny. Ja man, Skilly Camp time again en gisteren een lekker potje voetbal gezien. Alleen
Alleen vandaag is weer een andere dag en we zijn onderweg naar afscheid van Jenny. Weet toch, iedereen, we hadden het pas gisteren, dus niet iedereen kon vrij krijgen. Ik ben toevallig ook vrij. Dat heeft ook te maken met overlijdingspers, je weet toch, in, hoe noem je dat? Goeie vraag. Persoonlijke sfeer of zoiets? Goeie vraag hoor. Zoiets, maar in ieder geval ook een overlijden in de familie. Dat gaan we voor de rest niet in de vlog zetten, maar we gaan dus nu naar de afscheid van Jenny. En dat is om half, tot half één en het is 12:12. We komen weer denk ik net iets te laat, maar we gaan het wel redden. Komt goed. Hé toch? Ja man. Rest in peace. Jenny from the block, man. Oké, ja toch, we zijn er. Goed te zien. Afscheid nemen van Jenny. We hebben geen dingen, geen bloemetje kunnen halen omdat we een beetje laat waren. Maar we hebben wel los gehad. En ja, binnen kreeg ik natuurlijk niet veel, man. Goeiedag. Kijk, jullie zien het. Hé toch? Jenny was toch geliefd. Er zijn toch aardig wat mensen gekomen, hoor. Huh? Ja toch? Jij had los geld in de kist. Zijn gewoon nog even die. Om te gaan vloggen voor mij. Q&A aan het ja, checken met Jenny van de Blok. Ja man. Jenny Fidette, jammer hoor. Ja man, Jenny lag er. Ja. Wel oké okay bij je toch? Ze was wel heel dun. En. Ze had een hoofddoek op. Ja man. Ik begreep niks. Maar. Ja man. Ik hoop dat ze nou lekker de rust hebben, het wifi. Nee, toch? We moeten door, zoals Broederliefde zegt. We moeten door! Matchday! Ja, maar het is matchday tegen FC Emmen. Het is uitwedstrijd. Ik ga lekker weer naar de kroeg toe. Zijn lekker bij café aangekomen? Kijk, die panty is er ook. Heb je hem al gezien van Utrecht weer af? Nee, jij? Was je doop? Ja. Geen doelpunt van de week, geen doelpunt van het jaar. Echt waar? Was zo'n mooi doelpunt? Ja. Ze noemen mij Skilly. Dat komt weer omdat ze mij schildpad eigenlijk noemen. Iemand heeft mij een keer de... Skilly. Ja, zie je? Iemand heeft mij een keer de bijnaam gegeven, schildpad. Omdat ik... Omdat... Hey, ja toch, moeilijk man! Lekker hoor, lekker hoor. Heerlijk. We komen zo terug op dit. Want hey, jullie schild, heb je gezien? Ja, je zei het net. Hij zei het net nog, hij gaat opvallen. Ja, ja, lekker hoor, 1-0. Ja, maar laat even zien waarom ik schildpad heet. Ja. Er staat hier voorsprong. Ze zeggen dat ik op deze... Gek worden, hè. Wat is het kort toe? Mijn telefoon is net gevallen, net. Daarom is het... Ja. Is net gebeurd, net. Maar ik heb hier beeldscherm, man. Is de 0-2 van Welvenberghuis? Nee, wat doet hij nou, joh? Dat tere jij. In België zegt, ik speel hier de rol. Ja, terechte penalty, 100%. Hij gaat er ook mis. Tiener. Joetje! Wat doet hij nou allemaal? Wedstrijd is afgelopen, we gaan weer lekker in Konak chillen. Het was eigenlijk een beetje een kut partij, maar toch gewonnen, weet je toch? Maar nee, punten gaan mee naar Zuid, lekker man. Toko was dicht dus. Ja, kijk, zie je? Ja. Ik ben... Wat, ik kon er weer niks aan doen. De Chinezen zijn weer op vakantie. Broer, die gaan elke maand één keer 4-5 dagen weg. Klopt toch niks van? Naar Bangkok. Ja. Denk je. En nu ga jij mij de schoot geven dat je zo honger hebt. Ja. Of je volgt je eigen kompas en je maag is gevuld. Of je wacht op deze gozer en je zit bij niks. You smart. Ja. Vraag maar aan Aya. Van die grondleggers voor die nieuwe wave sowieso, man. Ja, voor veel. Niet eens voor deze nieuwe wave, voor die daarvoor. Ja. Voor die daarvoor ook. Veel van die jongboys kennen hem nog ineens. Ja, dat ook. Mijn broertje, ja, hè. Veel ook wel, maar net als mijn broertje. Ik liet mijn broertje toezien. Hij zegt, hey, dit is gewoon een os hier. Ik zeg, ja toch. Hij zegt, ik ken hem niet. Ging die osso checken. Nee, broertje. Nee, die andere, die van die nou achter is gehoord laatst. Ah, ja. Nee. Ja, je moet zo zien, hij was toen 8. Ja, 7. Ja, 6. Toen loyaal voor het spelletje kwam bij de box. Ja, dat waren gekke tijden.
de box. Is dat nog bij Hugo de Groot lang? Ja man, check die shit op YouTube. Heineken, weet toch? Dit daar op gekke shit. We zijn onderweg en moet je kijken wie meeloopt, dus we komen sowieso te laat. Hij is weer te been hoor. Ik heb wel iets lekkers bij me. Snap je? Ja, Hennessy weer? Nee. Hey, wat denk je? Drugs. Nee joh, drugs. Kinderen, doe geen drugs hè. Doe die shit niet. Say no to drugs, weet je. Doe je best op school. Dat moeten jullie doen, dat is belangrijk. Dat sowieso. Toch? Dat is ja, tuurlijk man. Ja. Naar, diploma. Ja. Nou, ik heb een beetje grond bij me hoor. Come on! We zijn echt veel te laat. Zeker al 10 minuten, moet je kijken waar die bollen lopen. Jongen. Ongelooflijk. Nou, die nemen we niet meer mee hoor. Ik heb gewoon besloten om deze stuk eruit te halen. Ja? Want dat tegen Fortuna zitten, dat was echt niks. Ja, dus fuck that shit. Hey shit. We zijn Yves vergeten. En hij weet niet dat we zo lopen, denk ik. Hey, bel Yves even. Skrikka! Boom! Hele vroege Skillycam ochtend. Het is 10 voor 7. Ik moet eigenlijk wel op werk zijn, weet je toch? De gasten lullen me altijd ook altijd maar te laat kom. Dat is ook echt niet best dat hoor. Andere dingetjes sluiten. Hij wordt voor jou. Dankjewel. Big Scorpio. Ja. Zo, ellende zeg. Nou, ik ben wel bijna op tijd, hè? Ja, maar ja, het heeft niet. Ja. Ik ga jullie even laten zien wat ik nou eigenlijk aan het doen ben. Sommige van jullie hebben het al gezien in de vorige vlog, maar. Ik kan jullie een beetje kijken wat ik aan het doen ben. Jullie hebben het gezien. Ik heb het even versneld laten doen. En dit gaat dus door de helft. Dan ga ik het in stukjes maken op maat. En dan gaat het weg. Dus ik zal jullie vanmiddag even wat meer laten zien. Maar ja, dit is mijn werk dus. Jongen, wat een kut weer is het zeg. Kijk, dit is onze kerstdiner. Lekker hoor René. Nou, een lekker bek dat je er bent. Come on. Even smakelijk! Ja. Zo, jezus, wie hebben er zo'n kut over geleden? Het zit erop, mensen. Het zit erop, eindelijk. Hè? Het is match day. Ik neem mijn broertje mee. Ja, ja. Ja, toch? Ik de laatste thuiswedstrijd van dit jaar in de Kuip. Gezellig, laten we hopen op winst tegen Utrecht en ja, we zullen het zien man. Laatst tegen Fortuna zit, dat was echt slecht. Shit. Ah, de wedstrijd is begonnen. Ja. Ik moest de kaart terugpakken. Hoezo? Welke kaart terugpakken? Blaadje. Bij wie? Bij die kantoor. Ja, heb je daar gelaten? Ik ben die kaart daar vergeten, ik heb helemaal geen kaart. Wat een lul ook, joh. Ja, wat een lul. Jongen, ik heb mijn eerste keer in de Kuip of zo. Het gaat nergens op. Nee. De wedstrijd is al begonnen, ja. Ik ben bang. Maar, we hebben je als bang, hè? Bij je, heb je Hennessy bij je? Ja. Maar je ja? Niet voor jou. Wat dan? Niet voor jou. Niet voor mij? Eemans. Oké. Ga je zien. Heel goed. Eemans, ik ben mijn kaartje daar vergeten, man. Ik heb gewoon daar gelijk. Ja man, ja, joh. Ja man, W1 voor live. Ja, lekker man, ik sta gewoon vooraan mensen. Zie je dat? Eerste rang. Dan zit ik. Niet die onderkind. Ja? Niet die onderkind, oké. 1-0, ik heb het niet gezien. Door wie? 0! Ja, ik moest plaats maken worden. Stoont mensen, hey. Zo. Man, we kunnen eens meer praten. Lekker kou, lekker aan het kouwen, jongen. Zo. Tweede helft is begonnen. Het regent ook volgens mij nou een beetje. Ah ja, maakt niet uit, fuck it. Ik sta 1-0 voor. Weet je toch? We gaan ervoor. Ja, ze lopen niet best mee. Lekker bezig, Pink. Zo!
Ik hoop nog een doelpunt, maar het wordt lastig. En die vlog is geen maat, man. Hij nog een beetje knallen dit seizoen. Ja, ja. Volgend jaar weer, pik. Nee, jongen. Ja. Hij hoeft vrij uit. Rustig aan, hè. Ja, maar afgelopen. Gaan we lekker naar de laan. Hé, hey, manke. Zo lopen nou. Welkom. Die boy staat de ME uit de dag, hoor. Let wel op, kijk. We gaan hem slaan, hè. De ene voet is echt beleden. Kijk, deze rent al terug. Je moet niet rennen, pik. Kijk hier. Zijn de man het zoeken, hoor. Skra! Skrikaka! Kom! Ja, ja. We zijn er weer. Gisteren gewonnen, gelukkig, tegen Utrecht. We zijn even lekker aan het chillen. Jullie doen niks, ik ben niet op de kelder. Jullie weten dat ik naar de top ga. Ja, ja, ja. Wat is dat voor? Lang is jaren, we zijn aan het chillen. En ik ben gewoon aan de fris. De gast zit aan de Hennessy. Kijk daar, liter. Liter fles. Lekker hoor. Zo gaat het nog onze leven. Lang krijgt gewoon een champagne van Prins. Hij is jarig, hè? Jaren. Doe Turkse liedje, verjaardagsliedje. Ik zal u zeggen, ik heb er eens gedeerd, hè? Daarom oldem man. Ik heb er eens gedeerd, hè? Hoe zeg je in Turks? Hey, breng nog eens één glas. Jaskunu. Wat is dit, die Turkse verjaardagsfeestje? Jasje. Jasje? Tamam, sen rabiyete. Gel, şöyle gel. Kunu.